Wie was er niet verliefd op onze volgende gasten en haar collega? Het is een prachtige actrice, intussen ook auteur en therapeute. Ik heb het over Anne Keurvels en zij heeft haar schitterende collega Tanja Poppe meegebracht op de Witte Sofa van Cultuurkanaal. Dag, dames. Hallo, ja. laat even terugkeren naar het begin van jullie carrière. Jullie hebben gestudeerd allebei aan Herman Terlink, waarschijnlijk elkaar daar leren kennen. Ja, ja. klopt. Ja. Ja. klopt ja. En dan is er een bal aan het rollen gegaan die jullie waarschijnlijk zelf niet konden voorstellen. Flikken is, Windkracht 10 was er nog voor waarschijnlijk, daar was jij piloot. Mm -hmm. Ja. ja, ik heb al wat beroepen gehad. Hè? Ja. Ja, ja, en, en, uh, ja, ja wat voor een beroep ja. Als je daaraan terugdenkt, wat, wat voor gevoel wekt dat op? Goh, eigenlijk ja, de, ons, ons, onze geschiedenis is eigenlijk zo'n beetje zo gegaan. Wij, wij zijn heel close en uh, we hebben eigenlijk een heel ja, close vriendschap gehad. Ja. Studio Herman Tijlink. En dan heeft het leven ons he, allebei professioneel wat meegenomen naar alle kanten. Maar dan zijn we elkaar op een bepaald moment terug tegengekomen. En vanaf die dag zijn we eigenlijk beginnen samenwerken. En dat is nu al meer dan 15 jaar dat wij. Langer. Zijn. Langer, kijk. Langer de tijd zijn. vliegt voor ons. Nee, meer dan ja. twintig. Ja, kijk dan eens aan, bij jubileum, jubileum. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, dus, ja. ja, dat is de uh, tijd. Het gaat sneller. Ja, ja. En hebben wij altijd, het zijn de leesbeesten, het zijn inderdaad onze zijprojecten bij Daar gaan we het zo met nog over hebben. Ja. Jouw stem kan men ook vaak terug horen, reclamespots mm -hmm. of reportages Klopt. als ja. voice-over. Mm -hmm. Wat doe je zo het liefst? Um, goh, bij mij is dat verhaal, als je dat helemaal wilt horen, dan moet je eens ja, hè, naar een lezing komen, ja. dan vertel ik daar een beetje over. Um, maar bij mij is het altijd een beetje een en-en verhaal geweest. Ja. Als, ik, als ik aan de toneelschool ben begonnen, ik wou eigenlijk psychologen worden, maar ja... Dat leven heeft mij dan ook weer meegenomen. Ik ben dan in de toneelschool gerold. En uh, dat heeft altijd... Ja, ik heb er altijd wel wat vraagtekens in mijn achterhoofd gehad van, van waarom doe ik dit juist en wat is de meerwaarde hiervan? Hè. Niet dat ik de meerwaarde niet zie van een, van een heel goeie, gespeeld, uh, goeie gespeelde serie of, of, of toneelstuk ofzo. Maar voor mij, voor mij persoonlijk mankeert er ontbrak iets. Ja. Ja. En uh, ja, toen, toen ik zelf uh, eigenlijk na een heel lang verhaal ben, ben uitgevallen, ja, was het me meteen duidelijk van het heeft te maken met, met inderdaad de zingeving. Voilà. psychologie, ja. ja. En voor jou, Tanja, je hebt ook hermontering gekozen. Waarom ben jij eerst die richting ingeslagen? Ja, voor mij was dat de, altijd al helder dat ik... Ja, ik vond het ook wel heel fijn om in een rol te kruipen, om iemand anders te zijn, maar zo... Ja, voor mij was het altijd de samenleving. Hoe, hoe is er interactie tussen mensen? Hoe werkt dat? Ja. En ja, toch ook wel heel snel al dat sociale. Want ik heb dat sociaal artistiek theater gedaan. Ik ja. ben ook al heel snel ook gaan regisseren, gaan coachen voor toneel. Ja. Maar ook vooral mijn eigen verhaal willen vertellen. En dat is voor mij ook de meerwaarde aan theater, als iemand een spiegel voorhouden. Het is daarom dat ik in, in mijn Eigen producties, zoals mijn onderdruk, dat ik nu al heel lang speel, ja. ook een reden was van dat is wat ik wil vertellen aan de mensen en dat is de spiegel die ik wil voorhouden. En met de juiste oplossing, uh, opleiding beter, uh, ja, kan je makkelijker een bepaalde richting uitgaan. Ja, maar en dan is organisch ook zo die weg gegroeid naar Hoe gaat meer, het weet ik. Je, ja, je stapt ook in het leven, je wordt moeder, nee. je wordt. Hm. Ja, en ja, ja. gezien. En je ge denkt, oh, wat, wat komt er allemaal op mij af? En je wilt hm. antwoorden op de vragen die er liggen. Ja, ja. Op ja, ja. hoe dat de maatschappij werkt. Hoe dat alles in elkaar zit. Daar dus, komen we direct nog op terug. Er zitten ja. altijd stappen in dat we eigenlijk ook samen heel veel ja. hebben gedaan. Dat is wel tof hè, dat je dat ja. samen kon doen. Ja. En kan doen. Ja. 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 Maar dus jullie zijn eigenlijk heel snel na het afstuderen in de televisiewereld terechtgekomen. Hm. Ook, ja. Ja. Ook, dat is ook, ja. niet voor ja. iedereen weggelegd. Hè. Het afstuderen mm. en direct toch mooie personages die jullie beiden mm. hebben. Absoluut. Ja, dat ja. Is hard, Missen jullie dat niet? Want jullie zijn nu effectief deels een andere weg ingeslagen. Nee? Nee, nee we waren het er straks op weg naar hier nog tegen elkaar aan het zeggen. Ik, ik, ik zou het mij niet meer kunnen voorstellen dat ik uh, volledig afhankelijk ben, hè, maar dan, dan fulltime hè, van, mm -hmm. van een. Van een productie, van ja. een, van een dat, dat er mij wordt gezegd hoe laat ik ergens moet zijn. En ja, dat, 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 dat was ook een van de mm -hmm. aspecten die voor mij miste. Zodat ja. hij, dat, dat, dat zelf controle hebben over hun over werkdag. Ja. Denk je dat het in jullie tijd, om het zo uit te drukken, makkelijker was om een rol te hebben dan mensen die nu afstuderen aan de toneelschool? Nee, ik denk dat dat altijd hetzelfde geweest is. Ik heb dat gevoel. Dat dat, er zal nu een overaanbod zijn, maar ik denk langs een andere kant dat het nu veel makkelijker is als je talent hebt. Je hebt ja. meteen een publiek, hè. je Just. moet maar online gaan. De sociale media dat is een ander gegeven. Wij moesten wachten tot de vaste lijn belde en ze vroegen wilde jij meedoen in ja. familie? Ja, en voor mij sowieso heel dat tv, dat heeft mij altijd minder gelegen. Ik heb dat wel gedaan, maar ik heb dat ook afgeweerd. Ja. Het zorgt uh. natuurlijk voor bekendheid, dat weer andere dingen van... Ja, dat is waar, en toch, ja. Ik heb ook echt wel nee gezicht op, op rollen, waar dat ja. ik achteraf van denk, oké, okay, ja. Maar gewoon omdat... Die zingeving van ik wil echt iets vertellen, ik wil ook in verbinding komen met mensen. Jij wou dieper gaan. Ja, en ook, en ook zo, ja, rechtstreeks contact ja. met mensen in een zaal, samen ja. spelen, samen. Dat is natuurlijk het verschil tussen televisieopdrachten ja? en theater. Hè? Dat is iets helemaal ja. anders. Hebben jullie beseft dat jullie in die tijd een beetje de natte droom waren van veel mensen? <laughs> nee. Ja. Dat kan zeker hoor, nog ja, altijd. Ja, ja, absoluut, absoluut. Maar, maar hè, in die tijd, pilotenuniform, een ander uniform, noem maar op, dat, ja, dat sprak tot de verbeelding. Dat moeten jullie toch zelf ook wel ervaren hebben als jullie op straat liepen? Of... Ja, tuurlijk, ik ervaarde dat wel, maar dat is niet de reden waarom dat je doet. Nee, of dat, iets, dat is een soort bijverschijnsel dat je dan. Uh soms, ja, je moet afrekenen, want niet iedereen kent zijn grenzen. Nee. Niet iedereen laat dat op een even correcte manier zien. Um, maar daar doet het absoluut niet voor. Nee. Nee. Ik was daar heel naïef in. Is het echt? Ja. Dat echt niet beseft. Ja. Dus het kwam hard aan, zo'n... Ja, dat was voor mij... De confrontatie echt. van bekendheid. Nee. Ja, nee. <laughs> ja. Nee. ja het nee. is jouw ding niet. Nee, 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 nee. Ik vind dat ook vreselijk als mensen mij herkennen of... Ik weet ook niet wat ik ermee moet doen of zo. Of ik wil dat ook niet. Ik zou dan zo ja. willen wegdaken, ja, ja, ja. Zo. Ofzo, Maar dat hoor niet. je veel bij artiesten eigenlijk. Hè? Ja. Hun, hun ding kunnen doen en daarna... Ja, ja dat is veel mee. makkelijker op theater natuurlijk dan in, in films of televisie. Ja. ja, absoluut. Maar laten we nu eens een grote sprong maken naar waarvoor jullie hier effectief zijn. Je hebt dan Pop-Up opgericht. En jij hebt jouw therapeutisch verhaal gestart. Ja, ja. ja? Uh, we gaan bij jou beginnen, Tanja. Van waar die richting ingeslagen geslagen dan? Ja, ergens heel organisch. Hè. Coaching he? vooral. Ja, het ook, coachen, ja. Ja. De, he, wat ik net al zei. He, je, je wordt moeder, je, wordt, je bent echt echtgenoot. Uh, mijn man is bureauman. voor mij heel ja? exotisch. Ja. He, dus, dus, uh, dus ja, en je ziet hoe, hoe dat de snelheid en de druk en de stress. en het leven waar dat je inrolt, hoe dat dat je overneemt. En dat gaf bij mij zoveel vragen dat ik echt wilde begrijpen waarom wij als gezin onder druk stonden, waarom zoveel mensen onder druk stonden. Ik heb daar dan niet zool over gemaakt, maar dan bleek ik het alleen maar te kunnen tonen. En een spiegel voorhouden is goed, maar ik wilde ook weten, is er een manier hoe dat wij daar anders mee om kunnen gaan? Dus eigenlijk deels was het om zelf antwoorden Deel te vinden? Heel organisch en zelf dan antwoorden te vinden. Maar je begint andere mensen? Ja, en dan ga je in opleiding, je gaat de opleiding doen. En in die opleiding moesten wij ook ons eigen zaak maken mm -hmm. uh, als eindwerk, ja. ja en dan denk je oh ik wie kan weet er bij jou ik, uh, ik, ik ben uh, ontwikkelingsgerichte coach, dus dat wil zeggen dat, als, dat mensen kunnen gaan kijken van uh, wat is mijn doel? Ik weet eigenlijk niet meer wat ik wil of waar sta ik in het leven? En ik doe ook interventie op perfectionisme patronen of overlevingspatronen. Ja. Dus echt mensen die het, heel, het, alleen het bos door de bomen niet meer zien, niet meer weten, de lat heel hoog leggen. Dat zijn echt de patronen. Perfectionisten overleven. zijn vaak overgevoelige mensen. Ook. ook, of willen heel veel doen, ja. verwachtingen die mensen hebben, en echt het niet meer weten, zoveel goed, dat zijn ook heel veel mensen die dan ook in burn-out geraken. Ja. Um, en die mensen, die, uh, die help ik gericht... Terug in het leven stappen, eigenlijk. Ja. Terug het, het leven nemen, in hun eigen kracht staan. En je ziet die dan evolueren. dat is ja, fantastisch. geschenk zijn. Ja. ja, dat is echt, voor mij is dat het schoonste wat er is. En kan jouw uh, acteursopleiding jou daarbij helpen? Zeker en vast wel. Ja. Want eigenlijk is dat ook van ons allebei een beroepsmisvorming geweest. Al vanaf dat je ja. jong bent leer je kijken naar de mens waarom doet hij zo? Wat is, wat is het gedrag van die mens? Wat zit daarachter? Mm -hmm. Welke ja. lagen zitten daaronder? Dus heel veel dingen zijn voor ons heel logisch dat voor andere mensen niet zo is. Ja. Dus dat helpt ons. En ook als er een cliënt binnenstapt, ik kijk meteen naar de lichaamstaal, de manier waarop dat die dingen doet, ja. en ik haal daar heel veel dingen uit. En dan krap je laagje per laagje. Ja, waardoor dat mensen soms het gevoel hebben van, ah, dat is echt zo, jij kan maar precies doorzien, maar ja. dat is omdat je dat heel snel door hebt van ah ja, daar zit dit, daar zit dat, dat zit erop. En, en, ja. Ik zie Anne bijzonder bevestigend knikken. Ja, Je absoluut. herkent dat, ja, jij geeft dat ook 200%. therapie. Uh, ik begeleid, uh, ik, ben, ik noem mezelf eigenlijk ontwikkelingsbegeleider, ja. maar ja, op een andere manier uh, dan Tanja, in die zin dat ik eigenlijk vooral werk naar gezinnen met kinderen, jongeren. En jongvolwassenen, maar ook volwassenen zelf, ja. die uh, op een of andere manier vastlopen, maar dan meer in een, een functioneren dat vastloopt. Hè. Um, ontwikkelingsproblematieken zoals ASS, autisme, ADHD, ja. um, ADD, al dat soort aanverwanten. Um, en ja, waar bestaat de opdracht dan in? Eigenlijk, bij mij is dat vertrokken vanuit een, een ja. ...een horortraject, zoals ik het zelf altijd noem in mijn lezingen... ...dat wij zelf hebben gelopen als gezin ja. in de zoektocht naar antwoorden. Zowel op schoolsgebied als op hulpverlenersgebied. Um, niet dat we nooit... Pas op, ik wil niet kind met badwater wegspoelen. Uh, uh, we zijn heel knappen en, en echt engelen tegengekomen in ons traject... ...maar nog veel te veel mensen raken in een soort horrorverhaal ja. en... en Weten in welke richting. En ja, daarin begeleid ik hen ook in het, het leren zien van wat is dat een ontwikkelingsstoornis, wat gebeurt er? Ik noem dat ontwikkelingsverschillen. Omdat daar best wel heel veel kwaliteiten ja, onder de radar absoluut. blijven. En, uh, ja. Ja. Maar nu. Kan men de, de, de zaken beter benoemen? Hè? Vroeger ja. ADHD en ADD en zo. Men, men wist niet dat nee. dat het was. Ja. Men is daar ook in geëvolueerd, hè? die ja. onderzoeken en het benoemen. Ja, maar goh, ja, dat zeker wel. En dat is absoluut zalvend. En, en dat, kan, dat kan heel veel verheldering en handvaten bieden. Anderzijds blijf, blijf ik en Tanja samen ook. Want daar zit niet normaal voor ons ook. Daar maar houden we het over. We hebben, er he. echt voor strijden dat wij moeten wakker worden dat ons systeem echt aan het vastlopen is en dat wij aan het overhokjes maken zijn terwijl dat we in een basis er eigenlijk van moeten uitgaan iedereen is perfect normaal hmm. alleen heeft iedereen een ander perspectief op de realiteit. Komt dat niet door de hoge druk van de maatschappij? Hè? Dat voor een stuk ook ja. industrialisering al, ja. al dat soort ja. dingen Sinds heeft Het gegeven verergert toch ook heel veel. Hè? Wat mag men nog zeggen, wat mag men nog doen dat zorgt toch ook ja. voor een druk ook bij jonge mensen? Absoluut. Ja. Ja, en daar werken jullie op daar zijn wij daar proberen wij klokkenluiders in te zijn ja. uh, ook alleen de voorstelling de, want vanuit, daar gaan we het nu over ja. hebben de voorstelling ja. Niet Normaal, niet normaal. Is vanuit ons perspectief en onze ervaring als moeder hebben wij een, een, ja, een stand-up hoe moeten we het noemen een theatergedramatiseerde stand-up gemaakt ja. hè? Um, waarin wij eigenlijk ons eigen verhaal vertellen hoe wij als moeders in het moederschap gestapt zijn. Dus het is zeer persoonlijk. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, je komt echt ons verhaal te weten. Maar ook hoe onze vriendschap geëvolueerd Goeiend, is in die jaren. Maar inderdaad, waar wij op gebotst zijn. Do, ja, in, in, in de maatschappij in, in de wereld rondom en hoe wij er alle twee ja, soms minder goed maar in overeind zijn proberen blijven en, mm -hmm. en, uh, ja. 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 en dat brengen we heel breed want we brengen dat ook in, in scholen voor zesde secundair ja. vijfde, zesde secundair die toch aan die rand staan van je wereld in ja, te ja. stappen en, en ook die op... aanwezige puberteit hier nog eens. Ja, maar jullie spelen op dat moment geen rol. Jullie zijn zichzelf en vertellen over het leven. Of kruip je in de huid op dat moment van een personage die het vertelt? Nee. Nee, eigenlijk is het echt wel ons eigen jullie levensverhaal. Zijn. Uiteraard proberen we wel heel helder beeld te geven. Waar dat ongelooflijk veel mensen in zitten. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is... Allee, we hebben allebei in onze praktijk zien... Wij, uh, ouders, volwassenen binnenkomen die allemaal het water hun aan de lippen ja, staan. Ja. Zien wij zoveel mensen in ja. burn-out. Zien wij zoveel kinderen die totaal niet meer weten op welke manier dat ze moeten functioneren. En, ja. en dat is heel erg aan de hand. En dat is wat wij in onze voorstelling, maar ook hè, ons boek Niet Normaal en ons bandmodel dat we eraan gekoppeld hebben, is eigenlijk daar proberen heel helder Antwoord, antwoorden op te geven. Wat is er aan de hand? Hoe, wat zijn de signalen? Hoe kan je ja, dat zien? Herkend. Op welke manier kan jij ook zelf een klein stukje uh, tegemoetkomen aan? Uiteraard, de systemen zijn de systemen, maar hoe kunnen we daar ons een beetje in bewegen dat iedereen daar wel terug wat zuurstof en wat ruimte in kan krijgen en, mm -hmm. en ergens ook? ...ja, kan zien van... ...ah, oké, okay, dat is wie ik ben. Ah, ja. Herkenbaarheid. Hey, en, en, ja, en, en, ja, en dingen ook... ...ja, ontwikkelingen daar ook in kunnen maken... ...als ja. gezin, als persoon zelf... ...want dat is echt nodig in deze tijd. En dat aan de hand van persoonlijke ervaringen die je hebt. Ja, hier. absoluut. Ja? En eigenlijk een beetje ja, aanvullend tot uitgangspunt... Wat Barack Obama zei van, van: er kan pas wereldvrede komen. als we leren in, vanuit iemand anders een perspectief ja. naar dezelfde realiteit te kijken. Dat is een beetje wat wij doen. Het bin model dat wij eraan gekoppeld hebben. We hebben inderdaad die voorstelling gemaakt om vooral herkenning bij mensen te genereren. Maar die herkenning zorgt ervoor dat mensen open gaan staan, dat ze zich ja. openstellen. En van daaruit proberen wij te verbinden en, en hen iets mee te geven van, kijk, als je op deze manier kijkt, heb je eigenlijk in heel drie korte stapjes perspectief van een andere ja. beet. En dan ga je meer begrip opbrengen ook voor hoe dat je er zelf in staat, maar ook voor hoe dat een andere erin staat. Ja. Dat was wel een van, van de voorwaarden. We wilden dit ook niet, niet zomaar doen, nee. alleen als we ook een boodschap konden ja. meegeven van... Maar het is dus geen zware kunnen... voorstelling, er, er, er zit er luchtigheid wordt in er ja, wordt ja, absoluut. absoluut ja, ja tuurlijk. En, en dat is ook een beetje onze bedoeling, omdat ja. we enerzijds, ja, we hebben wel die skills in die achtergrond. Dus we dachten ook, van ja, het is misschien ook maar interessant om buiten onze eigen praktijk en alles wat we hebben gezien, om dat op een manier te kunnen brengen. Dat we veel mensen toch wel ergens kunnen bereiken. Iets ja. Kunnen laten zien, een inzicht kunnen geven, stukjes sensibiliseren ja. naar. Mensen, kom aan, de... Het nuttige aan het aangenaam Ja, het ja, ja even Een wel, gezellige ja. avond, iets bijleren ook. Ja, 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 ogen ja. doen open gaan waarschijnlijk. En misschien ja, spelen we een rol. Nee, maar we stappen wel terug in onze naïeve, eerdere, jongere ik. Ja. <laughs> dus eigenlijk, ja, het is niet echt. We gaan wel door we dat gaan verhaal. We gaan ja, de tijd, ja. in dat moment. bezig ja. En we hebben wat naive keuzes gemaakt, hè, toch? Ja. ja, maar dat is het hem juist. Ja. Dat is ook het schone daaraan. Je kan op dat moment niet meer zien dan wat je op dat moment ziet. Ik denk dat dat, dat door, belangrijk ja. is. door de mensen geapprecieerd wordt dat jullie een persoonlijk verhaal brengen. Ja, ja. ja Dan ja, dat sta is. je nog dichterbij. Ja. Dat is ook de voorwaarde om, om tot verbinding te ja. komen als je, als je jezelf kwetsbaar opstelt. Juist. Het zijn een dialoog, het zijn in, in, in een voorstelling, het zijn in een praktijk, whatever. Ja, dat is, dat is een uitnodiging van iemand anders om mm -hmm. zich open te stellen en kwetsbaar open te stellen. En, we... en dat, dat is echt wel. Ik bedoel, zo, ook in het boek waarin dat verhalen staan die ons Ben-model ook staven, ja. zeker in het gedeelte dat ik dan heb geschreven, daar heerst nog een heel groot taboe op. Hè? Ah, ja. Ah, ja, Ergens absoluut. weten mensen wel ja. van er klopt iets niet, het lukt me niet, maar. Ja. Dat durven vertellen en daarom zeggen ze ook van ja, wij oké, okay, gaan, wij gaan dat nu doen, wij gaan dat durven vertellen. Mm -hmm. Durven ons verhaal vertellen en dat taboe dat daarop zit proberen een beetje open te breken. Ja. Waar nog zo'n groot taboe op zit is eenzaamheid, is dat ook iets wat ja, jullie... Absoluut, staat ja. er absoluut in. Natuurlijk. Zowel bij jong ja. als oud. Ja. 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 En ja? Dat, is, dat is voor mij, vind ik zo, een van de meest frappante... Uh, ja, dynamieken die ik zie in, in, in het cliënteel uh, waar ik mee werk, is hoeveel ouders zich eenzaam voelen. Maar eenzaam in de zin van, dit overkomt alleen ons. Mm -hmm. Dit dat. verzwijgen we. Ja. Ja, als, ik, als ik vormingen geef of, of lezingen geef, dan benoem ik bepaalde dingen die andere ouders niet durven uitspreken. Heel veel leerkrachten of ondersteuners of, of publiek. Schrikt dan, maar dat is waar, waar 80% van de ouders mee rondloopt. En anderzijds ook heel veel leerkrachten, heel veel ondersteuners proberen het zo goed mogelijk te doen, proberen te roeien met de riemen die ze hebben en hebben het gevoel dat ouders hen altijd hè, als zondebok gebruiken, terwijl in beide partijen eigenlijk iedereen het het goede wil doen, maar niemand durft het omdat ja. iedereen denkt dit is niet normaal, dit gebeurt alleen bij ons. Ja. En dat wil Terwijl we dat we eigenlijk helemaal hele... opengooien, ja, ja, ja. absoluut. Ja, ja. En dat, dat, wordt ook, allee, dat wordt ook tijd dat we dat opengooien. Dat taboe moet weg. Ja. Je hebt het al allebei een paar keer te sprake gebracht, het BEN-model. Is dat iets dat jullie ontwikkeld hebben, ja. het BEN-model? En is dat een afkorting van iets, BEN? Well, ja, de, de drie letters, ben, ik ben natuurlijk, ja. je bent, maar de, de B staat voor brein, de E voor je eigen verhaal en de N voor de norm. Nee. En het zijn eigenlijk, als je die drie luiken en in ons boek behandelen wij die van een andere kant en van een andere insteek, nee. maar als je die benadert en als je die alle drie bekijkt... Dan geeft dat wel een 360 graden beeld van ja. wie dat jij bent. Mm -hmm. Of wat, is, wat, of wat gedrag je draag is. Of wat het is. Of het eigen verhaal. Ja, dat is je eigen verhaal. Van, van, van nu tot nu. Dat, dat is een stuk van, u, van wie jij bent. Ja. Normen en waarden. Zowel voor uzelf als in uw opvoeding, als in de maatschappij spelen altijd mee. En dan heb je brein, ja, het brein waar dat je mee geboren wordt, waar dat je het mee moet doen, dat, ja, een opslag heeft gekregen of een aantal dingen waardoor dat je ook bepaald gedrag vertoont. Dus dat is heel, heel overzichtelijk. Mm -hmm. ja. um, Jullie gaan op tournee met de voorstelling of is het een voorstelling die dient geboekt te worden door scholen of bedrijven? Hoe gaat dat? Er enzovoort? staan er nog een paar dit, dit voorjaar en begin van het najaar ook nog uh, gepland. Uh, en natuurlijk, ze is nog altijd te kopen. Ja. 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 Waar ja. kan men meer uh, informatie vinden? Ben ik Benikwelnormaal.be. Dus Duur, dat is dat onze is site ja. uh, waar je ja, informatie kan vinden. We op zullen het koos. onderaan in be. beeld zetten. We zullen het www.popop.be. Daar, daar op, vind je ook, ja. ook uh, de informatie uh, van onze voorstelling. Want jullie doen ook ja. workshops, dat is dan nog iets anders? Dat is een beetje het verlengde van dat ben ja. uh, Voor mij is dat, is dat een, een manier waarop dat, dat, dat ik inderdaad dan die. die die ouders, die leerkrachten, die allemaal al inderdaad met dat water meer dan over de lippen zitten. En die denken van, ik moet voor, elk, voor elke letter ADAD, S, een postgraduaat gaan volgen om het, om het te begrijpen. Ja. Die drie letters, in de workshop ga ik met hen daar op een bepaalde manier door. Ik heb daar ook een tool rond waar ze mee aan de slag kunnen gaan. Die geven eigenlijk op een heel brede manier inzichtelijk van, ah oké, okay, dat is de motivator achter dat gedrag. En dan hoeven we heel veel dingen misschien niet te benoemen. Of kunnen we er juist uithalen van. Oei, we zien dit heel veel terugkomen. Misschien moeten we eens dieper gaan zoeken. Um, dus dat is mijn stuk van uh, de ja, workshop. We geven, allee, onze workshop ja. is altijd, zoals ons boek ook opgedeeld ja. is. Anne begint altijd vanuit de BEN en ik vanuit de N. Vanuit normen en waarden. Waar, waar, hoe, hoe ziet onze maatschappij eraan? Ja. Hoe, hoe willen wij voldoen aan een aantal dingen? En dan ja. ga ik naar die E en die B. En daarbinnen, bijvoorbeeld wat we nu binnenkort ook gaan doen, kunnen daar wel onderwerpen geplakt worden. Zoals bijvoorbeeld, we gaan in juni het, geloof ik een workshop ja. doen, waarin dat we de online wereld gaan bekijken. met Dat is dat ook Wendel. serieus. Dus, ja. En dat is ook wel heel interessant, ja. want uiteindelijk... Er kunnen zaken aan gekoppeld worden en dan is met dat BIN-model gaan kijken van ah, oké, okay, wat, wat geeft dat dan? Ja. Dus dat kan heel praktisch zijn en ook, ook een verheldering telkens ja. geven. Ja. Mooi, zeer boeiend. coax.be, popop.be of ikbennietnormaal.be, dat zijn de websites waar ja. me terecht kan voor meer informatie. Ja, voila. Goed, dames, ik wil jullie bijzonder hartelijk danken voor de zeer boeiende babbel. En hopelijk kunnen jullie ook via deze weg heel veel mensen bereiken om hen toch uh, duidelijk te maken dat er hulp is als men het wil. Absoluut, dankjewel. Dankjewel Anne, dankjewel.